eigenlijk je persoonlijke afstandsbediening van het hele museum. Dus je vult je naam, je geboortejaar en alles. En alles wordt dan in het museum op u afgesteld eigenlijk. Dus bij ieder paviljoen krijgt u dan eigen persoonlijke beeldschermen te zien en beelden. Dat is wel leuk. En ook alles wat je maakt in het museum wordt opgeslagen op die beeld. Je hebt een prima keuze gemaakt, zegt het zelf. Welkom bij Beeld en Geluid. Vandaag ben ik jouw gids door deze wonderlijke wereld van radio en televisie. Geef eens even een verhoop, dan maak ik alles in orde voor je rondrijden. Wil je meer aan maken?